Hallo, hier Geert Peraar van Fietsen Peraar uit Merksplast. Vaak gebeurt het dat mensen met hun pas gekochte elektrische fiets bij ons aankomen en dat ze zeggen van oei, mijn fiets doet niks meer. Vaak zijn het kleine dingen die aan de oorzaak liggen van dit defect. Waar moet je vooral op letten voordat je in paniek naar de fiets maakt misschien? Eerst en vooral, heb je de accu wel goed in de fiets gezet? Vaak gebeurt het dat gewoon door even te klikken op de accu, dat het probleem opgelost is. Zonder stroom werkt de fiets natuurlijk niet. Wat ook veel voorkomt, is dat men het displaytje niet goed op de fiets geklikt heeft. Gewoon even doorklikken, zodat alles weer naar behoren werkt. Stel dat we deze dingen gedaan hebben en dat het toch nog niet in orde is, wat kunnen we dan nog doen? Je kan altijd proberen om de accu even uit de fiets te halen. Je drukt hier op het knopje en dan gaan er lichtjes branden. Als de lichtjes branden, is het oké. Dat is teken dat de accu stroom heeft en dat ze stroom kan leveren aan de fiets. Branden er geen lichtjes, dan heeft het computersysteem misschien de fiets uitgezet. Misschien was de temperatuur veel te laag, waardoor het systeem onregelmatigheden vastgesteld heeft en zichzelf uitgeschakeld heeft. Dan kan je het systeem terug activeren door even de lader van de fiets te verbinden met de batterij, waardoor alles weer opnieuw opstart. Voilà, dit zijn enkele nuttige tips die je wellicht al uit de nood kunnen halen. Dag!